ايو هذا ابراهيم واي واي ايو اخت مالو واي واي بوسي في بيتك واي واي اكتيفيتي واي واي نيجيتيفيتي واي واي خين تيت فور واي واي ان في خندور واي واي برايم فلو. Jawel, jawel, zijn we er weer. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Ja mensen, vandaag zijn we uitgenodigd door wie? Door? Nasser. Nasser, nee. Mustafa. Nee, geen... Gustavo. Mustafo. Gustavo. Gustavo. Ja, Gustavo Hamer. Speler van Feyenoord. Ja. Ja, je hebt Milo uitgenodigd. Ja. Maar waar is hij dan? Zie jij hem ergens of niet? Ja, ik zou nog even wachten, vriend. Ja, die is gewoon weg. We zijn in ieder geval uitgenodigd door Gustavo Hamer. Hij kan ieder moment komen. En zoals ik jullie wil meegeven, ja, delen, abonneren, liken, etc. Hey. Kom terug, ga zitten terug. Ik zei, je was wel snel bij, vriend. Hey, Gustavo, man. Als het rustig. Lekker. Hoe is het? Goed. Hoe heet hij? Nasser. Nee, geen Nasser. Goe. Zeg maar, Goe. Onze Zani. Nee, geen Zani. Gusta. Gustavo. Maar wat doen we hier, Gustavo? Ja, ik heb jullie uitgenodigd om lekker wat leuke producten uit te zoeken bij sponsor Adidas. Dus je bent gewoon persoonlijk gesponsord door Adidas? Ja, ik word persoonlijk gesponsord door Adidas. En jij doet heel veel voor ons en voor de maatschappij. En ik dacht, dit is misschien iets kleins om voor jullie terug te doen. Ja, dus, echt tof man. Dan neem ik jullie lekker mee hierheen en dan gaan we genieten en spulletjes uitzoeken. Ik zeg je eerlijk, echt gruwelijk. Echt tof man. En jij kan hier gewoon af en toe langskomen en wat dingetjes halen en zo? Ja, nee, dan moet ik afspreken met de contactpersoon bij Adidas. En dan ga ik van, mag ik even shoppen? En dan zegt hij, ja is goed, je hebt een budget. En dan ga ik naar Adidas toe. Maar je kan ook online shoppen. Dus dat is gruwelijk, man. Dit is leuker dan achter de laptop zitten. Ja man, dit is... Elk kind en bal is leuk ding naar buiten. Ja, absoluut. Natuurlijk buiten de deur. Vet man. De laptop echt vet, ik zeg eerlijk, echt gruwelijk. Bilal krijgt een cadeautje van Gustavo. Ja, weet je wat voor cadeautje? Ja. Je mag iets uitzoeken wat jij mooi vindt. Een blouse. Een blouse? Ik denk niet dat ze een blouse hebben. Ik weet al wat mooi is voor Bilal. Wacht. Kijk eens, Ros. Dit. Nee, ik ga nog geen Ros. Jawel joh, het is voor echte mannen. Nee. Hè? Nee joh, gek. Wat is jouw smaak een beetje eigenlijk, Gustavo? Ik ben een beetje van trainingspakken. Ja, hè? Vind ik lekker. Vind ik comfortabel zitten. Ga ik me altijd lekker naar de club. Ja, dat is gewoon makkelijk voor mezelf. De korte broekjes vind ik mooi. Zulke. Dat is helemaal top. Dus thuis draag je alleen dit soort dingen een beetje relaxed? Alleen maar. Buiten is een beetje casual. En in huis naar de club toe eigenlijk alleen maar trainingspakken. Maar je zou verwachten dat voetballers altijd van die dure kleding kopen en zo. Nou ja, ik... Maar het is, Iedereen houdt wel eens van een duur geintje, een duur shirtje, maar ik vind gewoon trainingspakje, gewoon relaxed. Lekker relaxed, je hoeft het niet te laten zien dat je geld uitgeeft. Ja, eens. Maar je merkt wel steeds meer jongeren, ze moeten D-Square hebben, ze moeten, weet je wel, dan hun hele studiefinanciering gewoon opzij zetten. En, ik denk dat het ook een beetje aan ligt hoe je zit, wat je vriendenkring is. Als jouw vriendenkring is van alleen maar die mensen die geld krijgen van hun ouders en gewend zijn om dure kleren te kopen, wil je zelf ook dure kleren. Ja, ja. Als ik ben zelf opgevoed in een best wel nette, hele nette wijk, maar al mijn vrienden hadden gewoon normale kleren. Dus ik ook, en ik ben niet anders gewend. Ja. Dus, ja, ik kom uit een ander soort wijk. Een ander soort wijk, ja. Ik kom uit de wijk van mijn vrouwtje. Ja. Klopt, ja. Klopt. Want je vrouwtje komt ook uit Leiden, hè? Ja, in Leiden-Noord. Hoe lang gaan jullie nu om elkaar? In mei 3 jaar. En hoe is het voor haar om te zijn met de want je is echt jeugdliefde, hè? Ja, ik ben al 3 jaar. Ik ben pas 20. 20 jaar, mensen. Echt serieus. Ja. Bilal, wat doe je daarna? Dit kan toch niet? Bilal. Oh, Bilal, ik weet al wat voor jou is. Kijk eens. Kom. Dit is voor Bilal. Prachtig. Kijk. Zo. Ja. Hè? Maar hoe is het voor jou? Hij moet iedere dag naar de club en elke keer voetbal. En als het een keer niet goed gaat, dan... Ja,
Ja, eigenlijk gaat het wel. Ik zit ook op school, dus op zich ben ik wel blij dat ik nog een beetje mijn je eigen dingen. Ja, het blijft wel een beetje natuurlijk om hen draaien. Ja, hè? Dus Steven, hij gaat naar het buitenland? Wat de kans op een gegeven moment echt groot is? Nee, ga ik mee. Ja? En dan had ik ook meteen moeten zeggen van, ik kan van mee, ja. Maar nu is het later. En als hij nou een wedstrijd heeft verloren, hoe is hij dan? Ja, dan zit hij er wel goed mee hoor. Ja? En dan wil ik altijd wel altijd wel mijn mening weten. Als ik zeg van, je hebt goed gespeeld, is dat maar, er zit een maar, je vindt me nooit helemaal goed, ben je wel echt goed. Ja. Ja, daar zit ik wel echt mee, hè. Hey! Ja. Dat voor jou! Voor mij? Ja. Kijk, hè. Jij bent niet mooi. Ja, ik weet het niet hoor, Bilal. Hè? En jij dan? Ik heb dat zelf ook wel, hoor. Dat je op een gegeven moment ook qua mijn werk en zo, dat ik op een gegeven moment denk van, ja, doe ik het wel goed genoeg? Je weet dat je het goed doet. Ja. Ja. Maar ergens wil je wilt naar de next level, weet je wel. Je bent nu verhuurd aan Dordrecht. Dus enigszins kan ik me wel voorstellen van, ga ik toch die keuze maken of weet je. Mentaal vraagt het wel wat van je. Ja, zeker. Dat merk je ook wel. Hoor. En zeker in de jeugd constant van Gustavo Hamer. En dan op een gegeven moment komt je leeftijd en dan is niet iedereen met je, zoals in het begin. Het is een ander leven. Het is een compleet ander leven. Ja. Maar ik vind het wel knap dat jullie elkaar echt steunen. Ja, je hebt geen eigen leven zoals ik kan. Ja, mensen. Ja. Nee. Wat dan? Wat? Ik heb maar blues. Maar ze hebben hier geen blouse, Bilal. Kijk, dit is Adidas. Dus dit is een trainingspak, een beetje sportief. En sportief is alleen voor echte. Het is ook voor heren, toch, dit? Dit is voor vrouwen? Oh, ja. Nou, dit is goed, niet? Dat is tadaa! Juist! Die vind ik mooi. Ga Bilal passen? Wacht. Hè? Oren dicht. Oren dicht? Ja. Waarom? Ogen dicht. Ogen dicht? Oké. Dat vind ik zo. Wow! Kom, gaan we het passen. Oké, mensen. Kijk, hè. 1, 2, 3. Tadaa! Wow! Kijken. Kom maar laten zien aan Gustavo. Ja, dames en heren. Wat vinden jullie hiervan? Sportief. Gaan we eerst die trui passen? Ja? Ja? Maar die past niet bij die ander. Oh ja, dat is ook natuurlijk twee verschillende dingen. Tada! En deze? Hoe vind je hem? Kijken, draaien. Wow. Wat is er aan de hand, Gustavo? Die wil hier. Hey! Hij is trouwens. Yo. Hey. Wat is dat dan? Hè? Ja. Ja, dames en heren, Bilal gaat trouwen. Ja, gaan we jou. Ja. Ga je met mij trouwen? Ja, gaan we jou. Oh jee. Wat meen je? Check dit eens. Hij heeft gewoon twee verschillende sokken aan. Zie je dat, Gustavo? Wat? Gewoon twee verschillende sokken aan. Hij staat je goed hoor. Mooi. Dit is niet sliepen. Hey. Vind je wat? Nou, gaan we hem kopen, Gustavo. Dit wordt hem. Ja? Voor dat dan? Ja. Voor jou of voor S? Mag ik die dan? Nee, voor mij. Ah. Je weet wat hij nu zingt? Echte mannen. Is dat nummertje? Met een vrouw. Ja. Nog die andere? Ja. Nieuwe vlogger. Ja.
Oké. Ja, ja, ja. Aan jullie de keus. Voor welke gaat Brahim? Welke twee kleuren? Nou, ik ben benieuwd. Stap. Deze is moeilijk te combineren. Ja. Vind ik. En die? Deze kan je overal bij aantrekken. Is die goed om veel te zien? Qua kleur? Ja. Ik vind hem top. Ja? Ja. Ja, ja. Doen we gewoon. Wang leven Adidas. Of niet? He? Top. Jij vindt hem ook mooi? Ja, beste. Ja? Ik wil jullie altijd aantrekken. Ik vind niet te lang op de spiegel te staan, hè? Nee, ja, zo. Nee. Ben je een beetje ijdel te staan? Qua? Qua kleding, qua uitverzorging. Ja, moeten we altijd. Ja? Ja, hè? Moet wel goed uitzien, ja. Oké, okay, hoe lang doe je dat op de ochtend zelf om. Gewoon dus niet naar voetbal, trainingspak aan, maar gewoon echt zo. Echt zoals vandaag? Ja. Ja, als ik mijn haar erbij op doe, denk ik. Drie kwartier, denk ik, half uur? Ja? Dat is veel, man. Of niet? Nou ja. Maar legt hij zijn kleren al klaar, hè? Dat komt de dag ervoor. Yes, yes. Dus dan is het zijn haar. Ja, dat ligt mij wel. Nee. Nee. Ik moet binnen, wat is het, 40 minuten moet ik alles gedaan hebben. Zo. Opstaan, eten, douchen, omkleden, bidden. Zo. Op een trainingsdag ga ik om 8:55 het bed uit. Ja. En om 8:15 zitten we in de auto. Maar ik doe gewoon een trainingspakje, ja. En gaan. Next. Ja. Ik eet op de club, ik douche op de club. Is dat gewoon de kosten? Ja, dat ook, ja. Belt hij altijd zoveel of... Hè? De hele dag. Echt? Maar haar moeder hoor. Ja. Haar moeder, hoor. Ja. Nu zwijgt zij ineens, hè? Wil je bij Bakker Bart een broodje? Ik lijkt me lekker, man. Ja? Ja. Jij ook, wil je Bakker Bart? Ja, heel graag. Dan gaan we binnen bij Bakkerij Bart. Kijk, wat heb jij in broodje? Wat heb jij in broodje? Wat zit erin? Toma. En wat nog meer? Kom. Komkommer. En wat nog meer? Ei. Ei? Je bent zelf een kip ei. Ja. Wat heb jij genomen? Filet Amerikaan met ei. Filet Amerikaan. Lekker broodje zalm. Maar serieus, jij bent de enige hier met bruin brood, hè? Ja. Ja. Goed, hè? Ja, let je daarop? Af en toe. Ja? Ja. Nee. Dat, Maar één keer per week mag je best zondigen. Eén keer per week mag je lekker uit je dak gaan. Dat was toevallig gisteren, omdat ik vandaag vrij had. Ja. Dus dan hou je ook een beetje rekening mee. Wat eet je dan een beetje als je mag zondigen? Soms een vettaf, soms een saaise broodje. Het verschilt een beetje wat je eet. Respect. Ja. Bij mij gaat het niet goed, laat. Nee, man. Het gaat drama. Jawel, zijn er weer. Jawel, jawel. Hé, maar ik wil je sowieso super bedanken. Echt, ja, dat je dit voor ons gewoon gedaan hebt. Echt gruwelijk. Hartstikke leuk. Normaal gesproken dan gaan we met de voetballers en bekende Nederlanders gaan we compleet wat anders doen. En dat wij nu op zo'n manier verrast worden, zeg ik eerlijk, vind ik echt serieus oprecht echt gruwelijk. En nu ga jij weer los van ons, gaan we beloven jullie alvast bij deze, gaan we in ieder geval kinderen blij maken. Ja, dus gaan we snel afspreken. Sneller. Ja toch? Ja, hey. Gaan we doen. Want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Zoveel tijd. Mensen volgen Gustavo Hamer. Waar moeten ze zijn op Insta? Gustavo Hamer. Gewoon Gustavo Hamer. Heel simpel. Ja toch? Ja, zeker. Volg Gustavo Hamer en vergeet vooral niet te delen, liken, abonneren. Alleen maar liefde. Aardig met je. Ciao. Alleen maar liefde. Why, why? Yo, het Ibrahim. Oi, oi. Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim. Oi, oi. Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim. Oi, oi. Yo, echt een man. Oi, oi. Positiviteit. Oi, oi. Activiteit. Oi, oi. Negativiteit. Oi, oi. Geen tijd voor. Oi, oi. In wegen door. Oi, oi. Brain flow.